Dit is de witte Stormatic, een jonge vaas. Dus voor het eerst dat ze eigenlijk meegaat naar de keuring. De Bosuyren, 11 jaar oud. De Blitz, als vaas, als eerste kals koe, 4 keer mee naar de show geweest en 4 keer kampioen geweest. Dit is de Rode Talent. Dit is de Ellen. De Goldwin, de Meling, de Damien. Eerste in de rubriek op de show in Libramont geweest. En de Lister, 10 jaar oud. En eigenlijk de favoriete koe van mijn stal. Met deze dames ga je zaterdag proberen in de prijzen te vallen. Dat hopen we. Ja, dat hopen we. Daar doen we ons best voor. Topfokker Nico Bons heeft in zijn schuur in Otterland in totaal 11 showkoeien, waarmee hij dus al flink wat prijzen heeft behaald. Om zaterdag bij de Fokveedag in Horenaar goed voor de dag te komen, krijgen de koeien nu een flinke makeover. En die begint met een uitgebreide wasbeurt. De wedstrijd is pas zaterdag. Hoe zorg je er nou voor dat ze schoon blijft? Eigenlijk in de stal kun je er niet alles aan doen. Hè? Dus als ze zich onderscheidt, dan is dat zo. Op het moment dat we een dag voor de keuring zijn, of op de keuring zelf, dan vangen we alle mest op in emmers, zodat het niet spettert. En dan hou je ze wel zoveel mogelijk schoon. De dames hebben niks te klagen. Nee, ik denk als ik in de huid van een koe kon kruipen, dat ik het op dit bedrijf wel plezierig zou vinden. Ja. Lekker in een bed met stro en het beste voer ervoor. En wekelijks een waasbeurt, dus af en toe een reisje naar de show toe. Ik denk dat de koeien dat eigenlijk wel super vinden. Ja. Nou, dan gaat ze weer. Nu mag het nog. Boer Nico is met 36 jaar een van de jongste topfokkers van Nederland. Wat hem zo goed maakt is vooral zijn betrokkenheid bij de dieren. Vaak wordt het natuurlijk gedacht van grote bedrijven, grote stallen, koeien maar alleen maar domweg bezig om te produceren en voor de rest niks. Ja. Ik denk als je dat echt vergelijkt met wat wij nu aan het doen zijn, dat dit gewoon ja, zo prachtig is voor de koeien. We hebben ook het beste met ze voor. En we zijn er ook mee begonnen als er wat mis mee is. Het is voor ons ook een stukje van ons levenswerk. Na het wassen gaan de koeien naar een professionele koufitter die de dieren voorziet van een nieuwe koep. Voor de finishing touch wordt zelfs nog even de staart van de koeien geblondeerd. Handig als je vrouw kapster is, hè? Al met al gaat er wel erg veel tijd zitten in de deelname aan dit soort shows. Ik schat in dat dit mij per dag bijna 3,5 tot 4 uur extra kost om de showkoeien apart te houden, apart te melken, apart te voeren, apart te wassen, apart te trainen. Dus als je dat dan uitrekent op jaarbasis is dat enorm. Maar we zien het niet als werk eigenlijk, het is voor ons echt hobby. De gewone boer is voor mij denk ik een beetje te veel, een beetje te simpel misschien wel. Gewoon het voeren van de koeien en het melken van de koeien en dan de deur sluiten en naar binnen. En de volgende ochtend begint weer opnieuw. En dan nu als ik opsta, weet ik eigenlijk nooit wat de dag me brengt. Het kan zijn dat er bezoekers over de vloer komen. Het kan zijn dat er iemand belt die interesse heeft in fokmateriaal of in embryo's. Het kan zijn dat iemand me uitnodigt om daar een lezing te geven. Dus de diversiteit van het vak vind ik veel leuk nu op dit moment. En dan is het hopen dat het allemaal genoeg is voor die felbegeerde prijs. Honaar staat bekend om een keuring met hoog niveau. Eigenlijk de topdieren van Nederland staan wel een beetje in dit gebied. We hopen dat we de dag mee hebben en zaterdagmiddag kan ik uiteindelijk vertellen welke koe de prijs gewonnen heeft. Of dat het een collega is die de prijs mee naar huis neemt.